Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Het is vrijdag. We staan vlak voor de wedstrijd tegen FC Groningen. Morgenavond wordt die gespeeld. Maar laten we nog even terugblikken. Ja, die dramatische nederlaag. Hè. Zondag tegen Vitesse hier. Die klap kwam hard aan. Ook bij de selectie zei ik van de week al. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? En hoe herpak je je dan weer? We vragen het onder andere aan Lasse Schöne. Nou, dat duurde wel een aantal dagen. Ja? Kijk, vandaag zijn we gewoon bezig met de wedstrijd van morgen natuurlijk. En dan heb je die wedstrijd van zondag achtergelaten. Maar dit duurt wel even wat langer dan normaal. Hoe hebben jullie de klap van afgelopen zondag verwerkt, Rogier? Ja, dat was wel even een pittige, moet ik zeggen. Daar hadden we wel even iets langer voor nodig dan normaal. Maar uiteindelijk hebben we maandag gewoon getraind. En ja, was er een enorme teleurstelling. En dan heb je het met elkaar erover, zoals groep als individueel. En dan uiteindelijk moet je weer verder. Ga je nog met mensen apart zetten die het misschien moeilijker hebben dan normaal? Of was dat niet het geval? Nou ja, we doen het altijd op dezelfde manier. Dus ook naar deze wedstrijd. En uiteindelijk spreek je met mensen individueel en als team. En van daaruit ga je weer verder naar de volgende wedstrijd. Ja, laten we die wedstrijd dus maar van afgelopen zondag heel snel vergeten. En maar vooruit gaan kijken. Dat is het beste. En dan kijken we naar FC Groningen. Morgenavond staat die wedstrijd om 8:00 gepland. FC Groningen verkeert in zwaar weer. Die hebben de punten nodig. Als ze nog enigszins zicht willen hebben dat ze volgend jaar nog in de eredivisie kunnen voetballen. Ja, en wij hier in Nijmegen, ja, wij kijken toch nog een beetje naar die plek 8. En dan heb je gewoon morgen ook die 3 punten nodig. Of niet? Ja, absoluut. Maar dat waren de laatste 2 ook. Ja? Dus, we staan 3 punten achter. We hebben niet een eigen hand. Maar zoals ik zei, woensdag werden we een beetje geholpen. Anders was RKC op 6 punten. Maar ik kan zeggen, de stand is zoals die is. Hè. Hun staan op +3 en wij op 0. Zo is het eigenlijk. En je hebt nog 5 wedstrijden. Dus dat is geen uitgemaakte zaak. Ja, dan kijken we nog eventjes naar de vermoedelijke opstelling. Tanane hebben we vandaag niet gezien. Die zal morgen dus denk ik ook niet spelen. Dat betekent dat de trainer weer een keuze moet gaan maken. Gaat hij voor Matson of gaat hij voor een keer Jordi Bruin? Ik denk het laatste. Ik denk dat hij een keer voor Jordi Bruin gaat kiezen. En dat hij linksbuiten Matson gaat zetten. En dat betekent dus dat Ibrahim Sissoko op de bank zal zitten. Kramer en Sendler speelden allebei op het trainingsveld vandaag ook. Nou, als die vandaag op het veld staan, een van die twee zal spelen. Ik denk dat Sendler morgen ook gewoon gaat starten. En dan die wedstrijd morgen. Alles moet gewoon weer een keer gegeven worden. Dat moet anders als tegen Vitesse, of niet? Maar het kan nog een heel leuk seizoen worden. Maar dan moeten we wel anders iets meer gaan brengen dan zondag. Dat lijkt me heel duidelijk. En wat moet er dan zowel meer gebracht worden, vind jij? Nou, weet je, zondag is natuurlijk het beste op zich, maar de belevenis, de duels, wat we eigenlijk ervoor wel hadden laten zien. En natuurlijk hadden we iets in ook de pech aan onze kant, maar dat neemt niet weg dat wij niet goed genoeg waren. Maar we moeten gewoon doen wat we altijd doen. En onze eigen spel spelen. Weet dat het moeilijk wordt in Groningen. Kijk, ze spelen ook voor hun laatste kans. Als ze verliezen, dan ziet het er ook heel moeilijk uit voor hun. Dus zij zullen er volop klappen en alles aan doen. Dus het wordt een leuke wedstrijd. Maar voor beide ploegen een hele belangrijke. Ja, klopt. Ik bedoel, ze staan niet voor niets op die plek. Hè. Dus daar is dat seizoen ook veel misgegaan. En dat heeft iedereen kunnen lezen, zien en horen. En als je eenmaal in die situatie zit, is het ook niet makkelijk. Maar dit is een van hun laatste kansen morgen. Dus ja, daar kun je wel van uitgaan dat daar in ieder geval een team staat wat het wil laten zien. En proberen de laatste strohalm te pakken. En dat weten we, dus daar moeten we ons tegen wapenen. Dit was hem dan weer, de NEC-update voor deze week. Morgenavond dus, om 8:00 is de wedstrijd. Die kun je live weer volgen bij onze collega's van de radio. Die zorgen er weer voor dat je niks hoeft te missen als je niet mee kunt naar Groningen. En wij zijn er volgende week natuurlijk weer met een nieuwe NEC-update. Dan zijn we er wat vaker, want er staat volgende week iets bijzonders op de planning. Heeft alles te maken met de Stevenstoren. Dat in ieder geval volgende week. Ondertussen blijf je op de hoogte via mijn Twitter-account. Ik zeg graag tot de volgende.